Kadé, ik ben de directeur van Filemon. Ja. Hoi, ik ben Lisanne Halleriet, ondernemer en eigenaar van Escape Room Winterswijk. En wij nemen je mee op avontuur in Parijs. Hotelkamer. Het is 8 uur. We hebben er echt 7 uur reis op zitten. Ja. Maar we zijn er. Beetje gaar, maar we hebben het gehaald. In onze lekkere hotelkamer in beetje Zuid-Parijs. En nu gaan we vanavond ons nog een beetje klaarmaken voor de presentatie. Yes, we gaan de presentatie nog even oefenen. En zorgen dat we hem helemaal vlekkeloos kunnen doen. De presentatie nog een beetje aanpassen. En dan denk ik dat we zo misschien nog even een klein hapje gaan eten. Of een klein bolletje gaan doen. En dan op tijd gaan slapen, zodat we morgen fit zijn. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We zijn in Parijs, nog steeds. En vandaag is de dag van onze presentatie op de Internationale Museumconferentie. Het is nu 9:15, 9:30 zoiets. En we zijn het verkeerd gelopen naar de locatie waar we naartoe moeten. En het regent. Dus het is echt top. Het is lekker museumweer in ieder geval. Museumweer. Ja. Maar we lopen als het goed is nu de goede kant op. En dan gaan we jullie dadelijk laten zien waar wij onze presentatie mogen geven. We zijn tot diep in de nacht bezig geweest, maar zijn er blij mee, dus we hebben er zin in. En we zijn binnen. We lopen hier nu door allerlei stands. Oké, hier achter ons gaat het dadelijk gebeuren. De presentatie staat klaar, de mensen komen langzaam binnen. We hebben iets van een half uurtje of zo. We krijgen net het boekje, daar staan we ook in. Kijk, superleuk. Dat maakt het wel speciaal. We gaan onze presentatie nog even één keertje voorbereiden. Judith haalt even lekker een kopje koffie, zodat we nog een beetje wakker kunnen worden. En dan gaat de presentatie dadelijk beginnen. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen erop afkomen en wat de reacties zijn. Maar we gaan ons best doen. Zo, dit was het weer. Vond je het? Ja. Zit erop? Ja, ging goed. Ik ben wel tevreden over hoe het ging. Het was wel heel positieve reacties. En ik denk wel dat we het goed hebben gedaan ook, toch? Ja, zeker. Ja. Leuke reacties. Veel mensen die naast toe kwamen, ook na de presentatie. Vond ik ook echt wel leuk. Ja. We hebben net even een rondje over de beurs gedaan, zodat we nog een beetje konden zien wat er hier nog meer afspeelt. En dan gaan we lekker eten. Lunchje. En een beetje Parijs verkennen. Precies. Dus het was leuk. Leuke ervaring. Top. Doei. Oh, lekker shortje met de Eiffeltoren op de achtergrond. Ah, oh, houdt even mee gewoon. Kan toch niet? Moet je je voorstellen dat we dat in Zwijk doen. Oké, we zijn weer op onze hotelkamer. Na een behoorlijk innoverende dag. We zijn vandaag begonnen in Porte Versailles met onze presentatie voor de Internationale Museumconferentie. En daarna hebben we lekker gechilled op onze hotelkamer. En vanavond hebben we lekker gegeten in een restaurant. En zijn we daarna lekker de kroeg in gedoken.
Ik denk dat we allebei echt helemaal kapot zijn, toch Judith? Ja. Lekker als een blok in slaap vallen vanavond, maar we moeten wel helemaal goed komen. Dus wij gaan lekker slapen en we vonden het super leuk weer vandaag. Een bijzondere dag en we zien wel wat er weer uitkomt. We hebben het in ieder geval leuk gehad en we gaan nu lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken weer. En ja, tot de volgende keer wellicht. Wie weet. Doei, met rusten.